Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik ben net wakker geworden en toen heb ik voor mezelf een vest uit de kast getrokken, want ik had echt zo koud. Maar ik moet zo meteen opstaan en als ik ga opstaan, dan ga ik eten klaarmaken voor vanavond. Vanavond komen namelijk vrienden bij ons eten. En ik moet vanmiddag nog boodschapjes doen. En wat moet ik nog meer doen? Ik moet nog wat zakelijke dingen regelen, wat echt vandaag gedaan moet worden, anders dan raak ik in paniek morgen. Dat is dus de planning. Jullie zien vanzelf al wat er allemaal gaat gebeuren. Ik weet niet of ik veel kan vloggen, omdat ik het heel erg druk ga hebben zometeen. En ja, ik ben al gewoon bezig met koken en zo. Maar goed, ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk vast te leggen. Ik ben sowieso heel warrig, dus ik vergeet heel veel dingen, omdat ik gewoon echt heel erg zenuwachtig en gestrest ben. Omdat de lancering binnenkort is. Dus ja, mijn hoofd staat er gewoon niet echt naar om andere dingen te doen, behalve met te focussen op de lancering. Dus ja, sorry daarvoor als ik zo warrig overkom in mijn vlogs. Even denken, ik wilde nog even wat zeggen, want ik ga vandaag Surinaamse dingen maken. Maar ik zat eraan te denken om een aparte video te maken waarin ik jullie mijn favoriete Surinaamse recepten laat zien. Ik weet niet of ik tussendoor vandaag ook nog ga filmen dan, want dan vind ik het leuker om dat te bewaren voor een hele video. Want heel vaak wordt er naar gevraagd of ik dat een keer kan doen. Als ik bami maak of zo in een vlog, dan wordt er gelijk gevraagd van: kan je recept ervan delen? Dus dat ga ik binnenkort maar eens doen. Dan gewoon een hele video met verschillende recepten die ik lekker vind van de Surinaamse cultuur. Dus ja, goed. Ik ga nu opstaan en dan even douchen en dan koken, koken, koken. En dan het huis schoonmaken. En dan zien jullie vanzelf wel wat er allemaal gaat gebeuren nog vandaag. Ik word altijd zo rustig van dat gespin van die katten. Ik weet niet of jullie het ook horen. Ik vind het zo schattig. Klein tijgertje van me. Huh? Ik heb mezelf net klaargemaakt zoals je kunt zien. Ik heb make-up opgedaan. Ik heb mijn haar gedaan en gewassen ook gelijk. Want het was heel erg vettig en nu heb ik het ook gelijk maar gesteld. Make-up vandaag is vrij neutraal. Ik heb een hele simpele lipstick wat ik altijd draag. En ik heb nog niet omgekleed. Dat doe ik later. Ik ga zo meteen namelijk eerst boodschappen doen met Dwayne. En als we dat hebben gedaan, dan heb ik gewoon daarna nog even de tijd om mezelf om te kleden. En mezelf ja, nog op te frissen voor de avond. Het meeste is al klaar. Het enige wat we nog moeten doen is een paar dingetjes halen bij de supermarkt zo meteen. En dan zit het er echt wel op. En dan kunnen we lekker genieten van de avond. Ik ga nu eerst naar beneden een beetje Dwayne helpen nog. Ik hoor dat hij de vaat aan het uitruimen is. En dan zien we wel wat er nog moet gebeuren en zo. Ik heb de keuken net een beetje opgeruimd. En nu zitten de kipsatéetjes in de oven. Die heb ik net gemarineerd. Of eigenlijk gisteren al. Dus die heb ik net alleen nog op een stokje gedaan. En dat zit. En ik heb even een vaatje gedraaid. Die zit er nu ook in. En nu ga ik even stofzuigen. Want de vloer is één mes. Oké, ik heb stofgezogen, gedweld. En nu is alles lekker schoon. Het ruikt ook fris. Dus ik hoef eigenlijk helemaal niks meer te doen. Behalve de tafel nog verder dekken. Maar voor de rest is dit gedaan. Of niet dan? Kenzo? Ja, hè? Vind ik ook. Oké. Nu alleen boven nog even dweilen trouwens. Dat heb ik nog niet gedaan. Ik zit nu samen met Dwayne in de auto. Wij gaan nu naar de supermarkt. Ik was wat dingen vergeten die op mijn lijstje stonden. En die gaan we dus nu ophalen. En ik heb al het meeste dus net in huis gedaan. Maar ik moet zo meteen alleen nog even mezelf omkleden. En dan rond een uurtje of 6, 7 komt de rest. Sommigen die werken in Bataviastad tot 7. Dus ja, ik verwacht dat die pas rond 7:30 zullen komen. Maar mijn zus bijvoorbeeld, die komt al gewoon op tijd. En een paar andere vriendinnen ook. Dus dat is fijn, want dan kunnen we een beetje op tijd gaan eten. Want ik heb echt super veel honger. We zijn nu in de supermarkt en we moeten nog wat een en ander halen. Zoals drinken, chips. En ik heb net nog 2 pannen gehaald bij de Action, want ik had niet genoeg. En ja, we gaan nu gewoon een beetje uitkiezen. En dan gaan we weer terug naar huis en de laatste dingen klaarmaken. En dan komt de rest alweer. Zomer. Vlogbomber. Moet je nog meer hebben? Kijken wat verschillende pakjes zijn. Ijstie? Wat zei je? Ik zei, ik weet niet wat ik nog meer moet halen. Kijk, hier is zoveel keuze, je weet niet wat je moet halen. Nee. Oh jee, je hebt me weer door, hè? Wat ga je doen? Wat ga ik doen? Wanneer je te lui bent om een strijkbank te pakken? Ja, assenpoester. Op de grond strijken, ghetto. Vrouwtje doet weer moeilijk, hè? Ik heb al gebeld, dus het maakt niet uit. Dus wat ik vanavond aan heb. Blusjes van Lipsy London. Broek is van Fab & Chic. En dan heb ik daarbij mijn Trima horloge. En een H&M kettingje. En dit kettingje is echt super schattig. Er zit zo'n steentje in. Ik weet niet of je het kan zien. Echt heel erg leuk. Dus dat is mijn outfit voor de avond. Ik heb nog helemaal niks geblogd. Maar de meiden die zijn er. Die zitten allemaal gezellig aan tafel. Te kletsen.
Hallo. En ik had net dus eten gemaakt en klaargezet, maar het is gewoon weer allemaal op zo. Nou, het valt mee eigenlijk. Het is lekker heel veel. Het was lekker. Ik heb daar bakken banen en daar is kimsaté, nasi, sorbet. Oh ja, satésaus. Lijkt op chocolademousse of zo. Ja, het is hartstikke gezellig. Altijd leuk om weer met de meiden te zijn. En daar zitten er ook nog een paar. Daar heb je Do, Ahmed, Ricardo, Dweni. Dweni vlogt ook vandaag, hè? Hey? Ja, aardig. Ja. Maar Dweni heeft meer gefilmd dan ik. Gedeelde hotspot. Je hebt meer gefilmd dan ik, hè? Ja, toch? Ja. Geen antwoord? Altijd. Maar weet je, ik was gewoon heel druk vandaag, dus ik heb heel weinig gefilmd. Moet je hier maar even naar zijn vlog kijken. Beter. Betere footage vandaag. Sneak peek. Ahmed gaat kwasten gebruiken. Ja, man. Foundation. Voor mijn tutorial. Kijk, deze, dit is vegan hair. Deze moet je gewoon. Nee, dit is synthetisch. Oh, dit is synthetisch hair. Deze moet je af en toe voor de powder. Moet je zo doen, powder. En dan moet je een beetje powder in, een beetje powder in. Een beetje powder. Powder sniffen. Ik heb van de meiden echt een super mooie grote bos bloemen gekregen. Kijk hoe groot het is in vergelijking met mijn computer. En dit staat echt zo mooi nu in mijn kantoorkamertje. Ik ben er echt super blij mee. Er zitten echt heel veel verschillende soorten bloemen in. En ik mag ze niet aanraken, want dan gaan ze dood, hoorde ik. Ja, hier zie je wat verschillende bloemen. Rozen, wat groenblad erin. Echt heel erg mooi. En ik vind vooral die heel apart. Die heb ik nog nooit gezien. Dus ik ben helemaal blij. Dankjewel nog, lieve meiden, voor de mooie bosbloemen. Het huis is inmiddels helemaal leeg. Iedereen is naar huis gegaan. En ik ga nu lekker mijn gezicht reinigen. En dan gaan wij slapen, want ik ben echt super moe. Ik was al moe van de drukte. Ik heb een hele drukke periode gehad. En ja, de komende dagen zal ik het nog steeds heel druk hebben. Maar goed, ja, dat hoort er gewoon bij. Ik ga nu mijn gezicht reinigen en ook even de camera aan laten staan. Dan kan ik even tegen jullie kletsen en vertellen hoe het net was. Allereerst, sorry dat ik niet zo heel erg veel heb gefilmd vandaag. Het was voor mij heel erg hectisch. Vooral omdat ik, Dweni was naar voetbal gegaan. Dus die heeft niet zo heel veel tijd in huis kunnen doorbrengen. Maar ik heb zelf wel heel veel dingen gedaan. En ja, ik moest tussendoor ook nog wat zakelijke dingen regelen. Dus ik was bezig met het koken van het eten en zo. En intussen heb ik ook andere dingen gedaan. En dat, ja, de tijd die vliegt dan echt voorbij. Dan denk je, oh, ik moet nog zoveel dingen doen. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gegaan. Het eten was goed gelukt. Dus ik ben helemaal happy. En ik was ook heel blij dat de meiden er waren. Want het was echt gezellig om zo weer even met elkaar te zijn. Maar ook vond ik het lief dat ze er voor mij waren om te supporten even. En ik heb ze de kwastjes laten zien en mijn kleine magazijntje. En dat vonden ze ook hartstikke leuk. Dus ja, bij deze wil ik die meid nog even bedanken. Voor de lieve bloemen en alle andere cadeaus. En dat jullie er überhaupt waren. Want dat betekent voor mij natuurlijk ook heel veel. En, nou ja, goed, het is er bijna af. Ik ga nog even verder met mijn gezicht wassen onder de kraan. En dan spreken jullie mij straks alweer als ik in bed lig. Ik lig nu eindelijk in bed. Ik heb net mijn make-up eraf gehaald en mijn tanden gepoetst. En nu is het dan lekker tijd om te gaan slapen. En morgen zien jullie mij weer in de volgende video. Tot dan. Doei doei.